Vandaag moest ADO gaan spelen vanmiddag om 16:45 tegen AZ. In de 24e minuut is het Dirk Lucassen van AZ, die is gevaarlijk. Maar de vrije trap die wordt prachtig gehouden door ADO-doelman Zetkus. We kijken, het muurtje staat op afstand. Lucassen gaat schieten, schiet hem over de muur. Dan is het Zetkus, prima redding van Zetkus. Uitstekend gedaan in de korte hoek. Hij ging stijlvol de hoek in. Het is de eerste corner voor AZ. Maar uitstekend gedaan voor de doelman die al zo vaak bekritiseerd is door de supporters. Niet lang daarna was er een mooie kans voor Havenaar, maar de kopbal treft helaas geen doel. Wilfried, kanon meteen naar voren. Kopkans! Oh! Havenaar, wat doe je nou? Ik heb dan mooi achter die verdediging gedaan. Absoluut geen pleitje spel. Je had nog tijd om die bal terug te leggen. Kop hem hard in die bovenhoek. En hij kopt hem, ik wil niet zeggen een rolletje, maar niet hard genoeg om doelman Rocher in de problemen te brengen. De grootste kans voor ADO Den Haag in deze wedstrijd. Schitterende voorzet, laten we er even eerlijk in zijn. En dan een kopballetje. Een kopballetje meer was het niet. Ja, dat is jammer voor Havenaar, want Havenaar kan harder en die kan beter. Dus wat dat betreft, dit was de grootste kans voor ADO in de eerste helft. En zo eindigt de eerste helft in een 0-0 gelijkspel. In de 74e minuut is er weer een kans voor AZ. En Lucassen schiet dan weer net over. Dan wordt de bal bij de tweede paal door Lucassen bijna ingeschoten. Maar Lucassen schiet gelukkig door een stuitballetje net over. En dan kan Zetkus opgelucht ademhalen. Die krijgt de bal dan weer van de ballenjongen. Dat is altijd beter dan dat hij hem uit zijn netje moet vissen. Maar na 74 minuten spelen bijna is het nog steeds 0-0. Maar dat had ook zomaar de andere kant op kunnen vallen voor ADO Den Haag. Want AZ heeft de beste kansen. En uiteindelijk in de 87e minuut is het Robert Muren voor AZ die de 0-1 binnentikt. Maar nu je handbaks aan de rechterkant er vandoor met de voorzet op Weghorst. Nee, het is Muren. Muren scoort voor AZ. Ja, en daar is dus dat doelpunt. Robert Muren gaat naar het publiek van AZ toe. Hij is uitzinnig en het publiek evenmin. Wat een doelpunt. Ja, vanaf de rechterkant is het ja, handbaks helemaal vrij. En Van der Brom, ja, die lacht ballen uit zijn broek. Want daar is zomaar met één verschuiving je handbaks van de linker naar de rechterkant. Zomaar een doelpunt gecreëerd, want die handbaks met de goede voorzet. Kanon was helemaal weg. En daar was het Robert Muren die ook helemaal vrij overigens kon inschieten. En zo eindigt dus de wedstrijd tussen ADO en AZ in een 0-1 overwinning voor de ploeg uit Alkmaar.